vakcentrale C47 ondersteunt de voordraag van Armand Sunder als governor van de Centrale Bank niet. Voorzitter Robbie Berenstein bracht dit vandaag naar voren tijdens een assemblee van de arbeid van de vakcentrale. Volgens Berenstein heeft hij persoonlijk aan Sunder gevraagd zijn besluit in overweging te nemen. Aan de Bongiu en ook de vakbeweging gaf Berenstein hem mee. Sunder is onlangs door president Desiree Bouters benaderd om de opengevallen functie van governor van de Centrale Bank in te vullen. De 73-jarige econoom, die ook voorzitter is van de Progressief Werknemersorganisatie, heeft de vakbeweging benaderd voor draagvlak. Berenstein zegt dat hij niet twijfelt aan de deskundigheid van Sunder. Echter is er veel meer dan dat nodig. Maar voorwaarden sowieso moest zijn dat je jongens moet met burger kon afhankelijk. Dus je eis, maar persoonlijk heb ik er ergens te bedenken. Daarna hebben we als bestuur met onze mensen in de sector, met onze mensen buiten de sector zijn we in conclaaf getreden. Ja, van hé, hey, wat zijn de pro's en cons? Wanneer ze vragen, dan heb ik wel eens gezegd. Ja? Niet in het minst, de vakbond waar op een gegeven moment het druk of het te werk gaat moeten worden gesteld. Takana bankiersvereniging, takana VSB, wat dan governor, dan ga je het smaren aan Europa. We zijn tot een conclusie gekomen dat er veel meer nodig is dan alleen maar deskundigheid. En je zag nu, en je brada. En we konden aan conclusie aan C47 dat ons moest ondersteunen aan voordraad. Berenstein haalde verder aan dat de invloed van minister Gilmore Hoefdraad in de Centrale Bank nog heel groot is. C47 gaat er echter consequent vanuit dat een centrale bank een onafhankelijk instituut moet zijn. Dit is de afgelopen jaren echter niet het geval geweest. Berenstein benadrukt dat voor het gezond maken van de centrale bank minister Hoefdraad moet aftreden. Blijf op het standpunt in die hele kwestie rond de bank. If you want to begin jouw gezonde situatie komen. Meneer Hoefdraad moet zakken. Die moet met zijn afblijven. Ja, van de bank. Het is volgens Berenstein namelijk een gevaarlijke combinatie als een minister van Financiën zoveel invloed heeft bij een centrale bank en de overheid geen geld heeft. De verleiding wordt dan groot en resulteert in zaken als de kwestie kasreserve en termijndeposito. Aldus Robbie Berenstein vandaag tijdens de Assemblee van de Arbeid. De C47-voorman complimenteerde nog het personeel van de Centrale Bank voor hun inzet en moed.